Het is net Pasen geweest, dus voor deze week heb ik niet zo zin om na te denken. Doen we een heel eenvoudig biefstukje maken. We hebben daarvoor nodig 2 biefstukjes. Hoeft niet te groot, ongeveer 150 gram. Peper en zout. En zoals jullie in mijn vleeswijze kunnen zien, gebruik ik als kruiden koriander en munt. Deze vleeswijzer is heel handig. Er staat de bereiding van alle soorten kalfsvlees in met een kruidentip. Hoe lang het gebakken moet worden, of het gestoofd moet worden, of lekker op de barbecue is. Altijd handig om erbij te gebruiken. We beginnen met het biefstuk te zouten. Beetje zout aan beide kanten. Er is vaak heel veel discussie over of je zout voor of na moet doen. Ik weet niet wat lekkerder is, maar ik doe het er altijd voor. Ik hou wel van een beetje zout en ik vind het lekker als het even intrekt. Dan hebben we een klontje boter in de pan gedaan. Die zetten we ongeveer op niet allerhoogste stand. We laten de boter smelten. Dan gebruiken we de koriander. Er is nog geen verse nu, dus we doen koriander uit een kruidenpotje. Ook een beetje aan beide kanten. Nooit te veel kruidenkalfsvlees, want het is voor zichzelf al heerlijk van smaak. Dan hebben we de munt, die natuurlijk wel altijd het hele jaar door te verkrijgen is. Die doen we in hele kleine stukjes snijden. Mag best een beetje grof geven. Sommigen zeggen dat munt altijd bij een dagerechtje hoeft, maar zo op een biefstuk is het ook heel lekker. Niet te veel, gewoon. Mag best een beetje grof. Lekker op je biefstukje. We deppen alles even goed klaar. En we wachten tot het vet heet is. We pakken even een vork. We gaan de biefstuk om en om lekker bakken in de koekenpan. Ongeveer 3 tot 5 minuten heb ik in de vleeswijzer staan. Ligt er een beetje aan hoe hoog je het vuur hebt staan. Als je de biefstuk in de pan hebt, nooit in prikken, dan wordt het vlees droog. Ik heb hier ook aluminiumfolie liggen. De aluminiumfolie kunnen we gebruiken om de biefstukjes na het bakken in te verpakken. Zo kan het even rusten en kunnen de vleessappen verdelen over het hele vlees. We bewegen de biefstukjes even. We bakken hem tot de randjes een beetje bruin worden. Als je denkt dat het te hoog gaat, kan je hem iets lager zetten. We draaien hem 1 keer om en bakken de andere kant ook mee. Het vuur een beetje verspreiden in de pan. Kijk maar eens even hoe mooi bruin ze worden. Ziet er geweldig uit al. Deze doen we dus ook nog even 1,5 minuutje bakken. En dan gaan we hem verpakken in de folie. En dat is eigenlijk het hele eiereneten. Dan is hij al klaar. Daarbij ga ik jullie straks laten zien hoe we een heerlijk knoflooksausje maken. Van yoghurt, beetje mayonaise en wat knoflook. Met kruiden uiteraard erbij. Ik gebruik overal bijna kruiden bij. Gewoon omdat het gezond is. Het staat leuk. En het is heel lekker. De biefstuk draaien we om met een tang. We pakken een stukje folie. Als ze mooi bruin zijn, zetten we het gaas uit. We doen de biefstukjes in de folie. We pakken ze goed. En we leggen ze even weg. Ik loop even naar mijn kruidentuin om te kijken welke kruiden ik al lekker kan gebruiken voor mijn sausje.
Ik zie dat mijn wieslook al heel mooi staat. Daar gaan we dus iets van plukken om te gebruiken. We hebben niet heel veel nodig, dus we plukken gewoon een klein bosje. We hebben lekkere kruiden, wieslook in dit geval, geplukt in de kruidentuin. En nu gaan we het yoghurt knoflooksausje maken. We hebben daarvoor nodig 2 eetlepels mayonaise en 2 eetlepels Grieks yoghurt. Dit voegen wij in een schaaltje bij elkaar. Dan heb ik hier de bieslook fijn gesneden, hoeft niet heel veel. En ik heb een teentje knoflook fijn gesneden. Dat mengen we erdoor. Je kan natuurlijk zoveel en zo weinig bieslook doen, kruiden en knoflook als je zelf wil. Maar dit is dan het resultaat. De biefstuk heb ik al gebakken en op de schaal gelegd. Daarbij doen we lekker de knoflooksaus. En smullen maar. Oh ja, vergeten jullie niet te abonneren op mijn kanaal. En doe duimpje omhoog. Doeg!